Ministerie van Volksgezondheid en SWM bereiken overeenstemming. Naar aanleiding van hetgeen zich in de afgelopen dagen in het Wakibasu-gebied te Brokopondo heeft afgespeeld, hebben de leiding van het ministerie van Volksgezondheid en de directeur van de Surinaamse waterleidingmaatschappij een onderhoud gehad. Tijdens dit onderhoud zijn er goede afspraken gemaakt, waarbij overeengekomen is dat de oude, vigerende maatregelen gehanteerd blijven. Deze maatregelen houden in dat conform het protocol werknemers van de SWM en die van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg apart hun monsters afnemen van dezelfde bron, zodat die getest worden zowel door het BOG als de SWM. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.